Yo, what is up, dames en heren? Welkom bij een nieuwe meestervoorspelling. En het is weer tijd voor een Champions League duel. En dat betekent dat we het vanavond met Ajax gaan opnemen tegen Borussia Dortmund. En het is toch wel één van de meest belangrijke wedstrijden tijdens deze poolfase. Want winnen we deze, zijn we eigenlijk vrijwel verzekerd van overwintering. En het ziet er goed uit. Dortmund en Ajax, allebei 6 punten. Gaan wij even kijken naar de opstelling, want daar gaan we wat veranderingen doorvoeren. Masraoui staat rechtsback, Timber achterin samen met Martinez en Blind. Dat klopt helemaal. Alvarez keert terug. Die was er uiteraard niet bij. Ook al speelde hij niet mee bij Mexico, keerde toch later terug bij Ajax. Gravenberg. En dan het grootste vraagstuk, denk ik eigenlijk wel, van deze wedstrijd. Gaat Berghuis spelen of gaat Klaassen spelen op 10? En om heel eerlijk te zijn, ik denk dat hij voor Klaassen kiest, man. Net wat meer zekerheid. Belangrijk om wat meer grip op het middenveld te hebben. Zeker tegen zo'n goede voetballende tegenstander. Dus Klaassen op 10. Anthony rechts. Tadic links. En Aller in de spits. En die heeft dus een downgrade gekregen. Die is momenteel level 77 in plaats van 80. Dus ja. Wat moet hij nog meer doen dan? Hoeveel goals moet hij scoren? I don't know. Laten we naar de wedstrijd gaan. De Johan Cruijff Arena staat ook vanavond op zijn kop, want het is uitverkocht. En ik zou er eigenlijk naartoe gaan. Ik zou met 2 vrienden naar deze wedstrijd gaan. Maar helaas konden we niet 3 tickets naast elkaar krijgen. Super balen natuurlijk. Ik had hier heel graag bij willen zijn. Meerdere vrienden gaan hier trouwens nog naartoe. Weet je, in mijn eentje zitten, terwijl je met z'n drieën bent. Ik had zoiets van, nee man, niet nu. Niet deze wedstrijd dan, helaas. Het is wat het is. Ik zal hem vanuit huis moeten kijken. Sterker nog, last minute is me nog gevraagd of ik op mijn kleine neefje en nichtje wil passen. Dat ga ik doen, terwijl ik Ajax kijk. Dus laten we hopen dat het een mooie avond wordt. Want anders hebben ze met een hele chagrijnige oom te maken, kan ik je vertellen. Oh, de Champions League hymne. Toch een van de mooiste dingen in voetbal. Ajax in het prachtige thuisshirt. Ik heb hem hier zelf ook aan. Mooiste thuisshirt in de afgelopen jaren. Allemaal door dat prachtige logo. De iets smallere rode baan. Ik ben er gek van. Uiteraard komen we ook Donjan Malen tegen. Speelt bij Borussia Dortmund. Is daar nog niet helemaal doorgebroken. Niet gek natuurlijk. Is ook nog relatief nieuw. Die opstelling van Ajax dus. En dan daar gaan we aftrappen. En dan hopen dat we deze gaan winnen. Ik moet wel wat zeggen nog over de FIFA 22 League. Ik vroeg namelijk of jullie mee wilden doen vorige meestervoorspelling. En dat wilden jullie wel, een aantal van jullie. En ik moet zeggen, de league zit vol. We hebben iets van 22 inschrijvingen. Ja, op een gegeven moment begint het gewoon echt te veel te worden. En dat wil je niet hebben. Heel misschien dat ik de... Haaland met een gevaarlijk schot. De man om naar uit te kijken natuurlijk vanavond. Hij heeft een belachelijk gemiddelde qua doelpunten per wedstrijd. Volgens mij loopt hij 1-1 in Duitsland. 50 wedstrijden, 50 doelpunten. Insanity. We weten allemaal wat voor type speler het is natuurlijk. We zijn gewaarschuwd. Timber heeft volgens mij al eerder tegenover hem gestaan. Was dat niet bij Nederlands elftal? Ik dacht het wel namelijk. En hier gaat hij David Klaassen. Yes! Woe! Eerste counter. De eerste en de beste counter. En hij ligt erin. 8e minuut, jongens. David Klaassen. En daarom zet je dus David Klaassen op 10, jongen. Lopende speler. Gaat niet al te veel zwerven. Ten opzichte van Berghuis bijvoorbeeld. En dit is gewoon een goede loopactie. Schudt volgens mij hier Witzel van zich af. Zag het wel. En dan een driven shot. Die driven shot werkt erg goed tegenwoordig. Eigenlijk in FIFA 22 maak je daar continu gebruik van. Want hij vliegt er vrijwel altijd in dan. Heel af en toe schiet je hem naast. Het komt bijna nooit voor dat de keeper hem dan tegenhoudt. Dus misschien een kleine tip. Niet dat ik de man ben om tips uit te delen over deze game, hoor. Maar wie weet. Dit seizoen spelen we dus een league. En ik ga absoluut oefenen om beter te worden. Er is geen pes om me af te leiden. Dus dat helpt natuurlijk ook. Oeh, en dan speelde ik hem bijna in de voeten van Daniel Malen.
ook een oud Ajax ziet natuurlijk. Komt uit de jeugdopleiding van Ajax. Vertrok daar naar Arsenal. Doodzonde, want weet je, toen ik hem bij PSV zag voetballen. Het is wel echt een heerlijke voetballer om naar te kijken hoor. Oh, hier een overtreding op Tadic. Gele kaart. Meunier. En ik merk nu dat ik iets ben vergeten tijdens deze meestervoorspelling. Meestal heb ik hier een koffietje. En ik mis nu mijn koffie. Oh. Gaat dat onheil voorspellen? I don't know. We gaan het zien. En hier blind. Langs de zijkant. Geeft hem voor. En Gravenberg kopt hem daar om een of andere reden. Dat was redelijk ver van de goal verwijderd. En hier Haaland. Een steekbal op Haaland. Drie verdedigers lopen met hem mee. Yep. En we komen er nog net tussen. Wat ik zei, volgens mij heeft Timber al ervaring om tegen Haaland te spelen. Was dan ook gewoon... Oh, wat doet Dortmund hier dan? Hier deed ik echt veel te stoer. Ik wilde mezelf onsterfelijk maken. Ik denk, ik wil jullie laten genieten. Dit is waarvoor je naar het stadion komt. En dit werd uiteindelijk een Mario Balotelli actie. Ken je die nog? Volgens mij was het in de voorbereiding in Amerika. Volgens mij tegen... Was het niet Miami? Volgens mij New York City FC. Dat hij daar dat rare hakje van een vrijende goal deed. En dat hij naast ging. En dat Mancini hem gelijk eraf haalde. Oh, wat een speler is dat, jongen. Echt verschrikkelijk. Volgens mij waren er zelfs ooit geruchten dat hij een keertje naar Ajax zou gaan. Ja, volgens mij is elke club al genoemd in zijn geval. Voetbal dacht ik weer... Nee! Malen schiet hem over. Grote kans, hoor. Pasveer hoeft niet in te grijpen. Duikt nog wel, maar was niet meer nodig geweest. Zet de hoog druk, Dortmund. Klaassen steekt hem hier voorbij. En is doorgebroken. Maar... Nee, dat ging niet lukken. Ik moet zeggen, dat is mijn go-to trick move in FIFA 21. En ook de FIFA's daarvoor eigenlijk. Ik denk vanaf FIFA 20 ongeveer, of FIFA 19. Ik merk dat hij hier niet zo goed werkt. Veel ruimte trouwens laat Borussia Dortmund steeds over. En hier dan? Geen kopper. Anthony is geen kopper, jongens. Zoveel is duidelijk. Deze mag toch wel hangen, zou je zeggen. Gaan we misschien straks nog even Berghuis brengen. Als we op iets veiliger scoren komen te staan, dan gaan we dat even checken. Ja, nu werkt hij wel. Wat doe ik hier? Ja, nu werkte die wel, maar alleen ja, het was niet een cruciaal moment natuurlijk. Nee. Ze zetten hoog druk iedere keer hoor. En natuurlijk is dat lastig opbouwen. Maar als je er eenmaal doorheen bent, dat zie je ook. Je kan drie keer gewoon vrij doorlopen. Had ik daarvoor met Anthony wel iets meer mee moeten doen. Jezus, wat is dit nou? Kijk, en dan staan er toch wel gelijk mensen van Dortmund voor. Kijk, en dan ligt het weer helemaal open. Ja, deze mag toch niet misgaan, hè? Oei! En dat is mijn tweede tip bij jullie. Buiten de 16. Geplaatst schot. Niet te hard. Dat is... als je gewend bent te schieten in FIFA 21... Niet dat. Je moet hier iets zuiniger zijn. Hij was nog binnen de 16, oké. Maar in ieder geval ongeveer rond die hoogte. Geplaatst schot. Keeper kansloos. Kijk, komt er gewoon niet bij. Onderkant lat. Lekker doelpunt van Anthony. Dortmund geeft dus heel veel ruimte weg. Nee, die zit mis. Die zit ook mis. Ik weet niet of jullie het nog had meegekregen. Ik had het volgens mij al wel gezegd bij
bij de vorige meestervoorspelling hoor, maar het schijnt, en dat is een oud trucje wat Ajax ook vaak deed, als ze tegen een tegenstander moesten voetballen, Utrecht of zo. Er kwamen in één keer die berichten naar buiten dat Ajax geïnteresseerd was in de speler van Utrecht. Weet je, Ajax werd erom vervloekt vaak. Kijk dan, 3 tegen 1. Wat is dit? Dan doen we hem nu wel. Nee, het kan gewoon niet. Snap ik. Het is echt veel te wijsneuzig dat ook. En toch had ik het ook niet gek gevonden als het dan vanavond met de Tadic variant was gegaan. Hè? Boom, 3-0. Buitenspel? Well, it's a good finish, but he was just offside. Great decision. Nee. En daar verdween Anthony. Oh joh. Kom op, zeg. Het is ons niet gegund, maar op de counter spelen tegen Dortmund, dat werkt wel. Hier aan Gravenberg aan. Hup. Wegdraaien. En blind aan. Klaas komt inlopen. Oh! Dat bedoel ik. Ik schiet zo vaak over in deze game, jongen. Oh, dit was zo'n heerlijk doelpunt geweest. Als hij erin was gegaan, natuurlijk. Oh, Ajax. Alvarez, kom op, man. Jeep, schot gekaakt. Oké. Oh, saved by the whistle. Oh. Ik kon echt geen kant meer op, volgens mij. Vastgezet in de hoek. Ja, hier is die Anthony. 2-0. Voelt wel oké. En dus gaan we wat spelers brengen. Kudus. Weet het nog niet helemaal te brengen. Doodzonde. Ik hoop dat hij ooit weer de oude gaat worden. Maar dan zetten we gewoon Berghuis een keertje links buiten. En gunnen we het daar iets gerust toch. Komt-ie. Boom. En hopen nog op een goaltje van Haller. Maar wat ik zei, in één keer schijnt Borussia Dortmund geïnteresseerd te zijn in Sebastian Haller. Beetje vreemd. Zeker gezien de timing. Daarom heb ik mijn bedenkingen erbij. Wat een waardeloos voorzet was dat. Daarom heb ik mijn bedenkingen erbij. Maar zelfs Erik ten Hag voelde zich geroepen om erop te reageren. Dus. En die zei... Als Borussia Dortmund geïnteresseerd is in Sebastian Haller, dan zullen ze diep in de buidel moeten tasten. Van hier naar binnen. Ah, nee, hij is links natuurlijk, hè. Chip hem hiervoor. Ah. Je wil naar binnen kijken en ook zo'n geplaatst schot doen als met Anthony. Maar ze zijn allebei links, dus vanaf rechts werkt dat natuurlijk niet. Oh, dit was zo'n heerlijk doelpunt, man. Goed dat hij deze nog herhaalt. Pats. Onderkant lat. Binnenkant paal, dat zijn toch wel de lekkere doelpunten. Alvarez, kop ernaast. Alvarez, zekerheidje voor vanavond natuurlijk. Moet het slot op de deur zijn bij Ajax. En dat hebben we denk ik ook wel gezien tegen Heerenveen. Daar hebben we hem wel gemist. Gaf Ajax echt grote kansen weg. En laten we heel eerlijk zijn, Ajax deed niet een hele goede doen de afgelopen... afgelopen weken. Utrecht is natuurlijk een smetje geweest. Dit is een smetje. Nee, Utrecht was natuurlijk een smetje. Hadden we niet moeten verliezen. Zeker gezien de kansen in de openingsfase van onder andere Neres en Sebastian Haller. Hadden we gewoon moeten winnen. Nou, je krijgt een goed doelpunt tegen. Vervolgens Heerenveen. De eerste helft was oké. Creëren ook weer veel kansen. Maken veel te weinig af. Om vervolgens... de tweede helft echt als een draak te spelen. En weet je, dan merk je toch wel het ontbreken van Alvarez onder andere. En dan moet ik misschien een beetje terugkomen op mijn woorden.
dat we Klaas op de plek van Alvarez moeten zetten. Iets wat Ten Hag dus ook deed, die wedstrijd. Iets waarvoor ik had gepleit al een tijdje terug. Maar het blijkt toch dat we dan defensief een stuk kwetsbaarder zijn. En nou, een aantal omzettingen, waaronder Timber op die plek, wist Ajax weer een beetje de grip op de wedstrijd te krijgen. En ja, 0-2 uiteindelijk wel verdiend, denk ik. Voorzetten? Ik weet het niet, man. Wat doe ik verkeerd, jongens? Teach me senpai, want ik heb geen idee. Echt, ze voelen zo underpowered bij mij, voorzetten. Bijna Haaland met de aansluitingstreffer. Waar zal die carrière van deze jongen eindigen? Hij is nog zo jong. Al zo effectief. En dan ook nog in een competitie die de Bundesliga is. Weet je, is dit een nieuwe Messi Ronaldo in de making? Is hij al op dat niveau? En dan bedoel ik natuurlijk de Messi en de Ronaldo in hun prime. Ik kan er toch bijna niet omheen. En als je dan zag hoe lastig ook het Nederlandse elftal het met hem had. Goed doelpunt ook, scoorde die daar. Een beetje mazzel. Maar ja, ik weet niet of het een mazzel is. Is ook gewoon zijn werkethiek. Prachtige speler om naar te kijken. Maar waar zou het naartoe gaan? Persoonlijk hoop ik zelf Engeland. Ik ben echt een fan van de Engelse competitie. Ik vind dat ik vind het echt prachtig. Hey, en Newcastle heeft een nieuwe... Even een nieuwe eigenaar. En die willen volgens mij op een gegeven moment ooit de Champions League gaan winnen. Oh! Wat? Laat ze maar Haaland even aftikken in Newcastle. Ik zou het niet erg vinden hoor. Ik speel met Newcastle in de FIFA 22 League. Dus kom maar op. Al denk ik dat... Newcastle geen vier sterren meer zal zijn wanneer ze Haaland hebben gekocht. Die keepers, jongen. Ik deed nog even een kleine schaar naar links uitwijken om dan diagonaal in te schieten, maar... Mocht niet baten. Aller. Goeie kopbal, maar helaas. Ik ben blij dat ze de rugnummers ook goed hebben gedaan in FIFA dit jaar. Alleen op een broekje. Die kleur rood klopt voor gemeten natuurlijk. Beetje zonde. Als jullie mij nodig hebben, EA, let me know. En weer Haller met een kopbal. Maar hij weet niet te scoren. Toch wel een beetje. Het is wel echt een Ajax-wedstrijd. Want we creëren legio aan kansen. Maar we weten niet te scoren. Althans niet genoeg. En hier komt Haaland. En een goede ingreep van Remco Pasveer. Die nog een steun in de rug kreeg van Bosker. Remco Pasveer nu uiteraard eerste keeper bij Ajax. Maar het Stekelenburg ligt eruit voor de rest van het seizoen. Zoveel was dat duidelijk. Terwijl Royce hier binnenkopt. Corner goal. Altijd balen natuurlijk. Maar ja. Ik weet niet meer wat ik zei. Ik ben helemaal van mijn apropos door deze goal. Toch speel ik liever met spelers zoals Berghuis op de flank hoor. In plaats van een Tadic. Maar laten we alsjeblieft winnen, 2-1. Ik zou ervoor tekenen, we hebben nog een kwartier te gaan. Ja, weet je, laten we heel eerlijk zijn. Dortmund is gewoon de favoriet vanavond. Ik denk dat dat niet een controversieel statement is. Maar wij weten ook allemaal dat als Ajax een goede doen is, kunnen we van iedereen winnen. Zeker in eigen huis. Nou, zelfs uit. Dat hebben we in 2018-2019 wel gezien. Wat een fantastische Champions League campagne was dat zeg. Ongelooflijk. EA steekt ook nog een beetje de draak met je. Want je kan, een van de challenges in Ultimate Team geloof ik, is om de halve finale Spurs-Ajax na te spelen.
Het is een beetje onnodig zout in de wonden strooien. Terwijl Haller hier wordt neergelegd, wat zonde is. Want ik probeerde hier de steekbal te geven. Zowel Klaas als Berghuis gingen de diepte in. Gele kaart voor Kanji. Terecht. Terecht lijkt mij. Maar inmiddels is Dortmund weer terug. En toch ook weer tegen Heerenveen zag je wel een aantal momenten weer van Sebastien Haller. Waarvan ik denk van ja, zie je, je komt wel echt voetballend tekort. Op een gegeven moment was er een counter. Die bal werd naar hem gespeeld. Rond de middenlijn. Doet er zo lang over om aan te nemen. Het lijkt wel elke keer alsof hij half struikelt terwijl hij een bal probeert aan te nemen. En weet je, het duurt zo ontzettend lang. Op een gegeven moment is Heerenveen alweer helemaal terug op hun eigen helft. En netto is de bal 3 meter naar achteren gespeeld. Want waar Haller uiteindelijk de bal kreeg, tikt hij hem terug naar Davy Klaassen. Dan heb je zoiets van, ja, is toch wel een valide kritiek. Weet je, tuurlijk, zijn statistieken zijn ongelooflijk. En hij scoort heel veel doelpunten. Maar, weet je, uiteindelijk zul je bij Ajax ook meer moeten. Want als jij dan niet scoort, en dat gebeurt ook wel eens. Utrecht is daar dus een goed voorbeeld van. Bijna 2-2. Utrecht was daar een goed voorbeeld van. Als Haller niet in zijn sas zit en niet scoort, dan is het alsof hij met 10 man speelt. Hou hem tegen. Buitenspel. Daar hebben we mazzel mee. Royce, buitenspel. Oké, daar staat hij. Nog een paar minuten te gaan. 2-1. Dortmund zet weer hoog druk. Dus wij gooien even de lange bal erin. Oh, en Haller probeert hem hier opzij te koppen naar Berghuis. En dan lag het helemaal open in het midden voor Davy Klaassen. Maar daar komt de bal helaas niet. Berghuis probeert te onderscheppen. Dat mag niet baten. En nog een ingooi. 4 minuten blessuretijd. Er is dus absoluut nog een kans voor Dortmund om te scoren. Martinez wint van Haaland. Brandt. Well, no way through. Oh, it comes to nothing in the end. En een doeltrap. Ja, dit mag toch niet meer misgaan, jongens. 30 seconden. We hebben nog 30 seconden. Ja, gooi een belang op Haller. Winnen. Yes. Woef. Yes, jongens. De meeste voorspeller. Hij zegt het. Vanavond Ajax tegen Borussia Dortmund. 2-1. Doelpunten van Anthony. En wie was de eerste naam? Volgens mij was dat Sebastien Haller. Was het Haller of was het Klaassen? Volgens mij was het Klaassen. Heel even kijken. Ik was het alweer bijna vergeten, jongens. Bam! Staat hij. Ajax, Borussia Dortmund. 2-1. Matchfacts. Kunnen we daar nog iets zien? Wie had er nou gescoord? Events. Ja, Davy Klaassen in de achtste minuut. En Anthony in de 35e minuut, jongens. 2-1. Ik wens alle Ajax-zieden hier en ook alle neutrale kijkers natuurlijk die vanavond gaan kijken. Heel veel plezier bij de wedstrijd. Mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet dan alsjeblieft niet even dat duimpje omhoog te doen. Dat helpt het kanaal echt enorm. En vergeet niet te abonneren als je meer van dit soort video's wil zien. En andere let's plays van vele, vele andere games. Binnenkort Guardians of the Galaxy. Voor nu, bedankt voor het kijken. En nog een hele fijne avond verder. Ciao.